Welkom bij een nieuwe aflevering Trainen met Henk. Ik ga vandaag trainen met Jordi van Fit Dutchie. We zijn bij Live en Kicking in Amsterdam. Mooie sportschool. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag deadliften. Nog een beetje legpressen. Eigenlijk heeft Jordi geluk, want ik ben in voorbereiding op het WK Judo. En ik ga me vandaag een beetje inhouden. Helaas. Hallo, ik ben Henk Grol. Jarenlang hebben jullie mij zien strijden op allerlei grote judo toernooien. Na al die jaren strijd ben ik wel eens toe aan iets nieuws. Wie daagt me uit voor een mooie challenge? Wie durft er? Jordi! Yes, goedemorgen. Heb je er zin in of niet? Zeker, ik ben benieuwd. Hoe fit Dutchie ben je? Ik denk redelijk fit. Oké. Nou, maar ik weet niet op hetzelfde vlak. Je hebt geluk, we gaan niet echt challenges doen, maar we gaan gewoon benen trainen. Dus we gaan een derde piramide doen. En nog een klein dingetje op het einde. Ja, gewoon. Gewoon. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb er zin in, ja? Ja, zeker. Oké, we gaan vandaag deadliften, piramide voor de mensen thuis. We gaan up tempo. Dus we gaan de rustpauze gaan knijpen. Het is om en om. En dan zou je merken dat het een hele andere training gaat worden. Iets minder nadruk op kracht, iets meer op conditie en uithoudingsvermogen. We gaan beginnen met warming up. Nou, warm up tot het gewicht waar we mee gaan starten. En dan gaan we een piramide eigenlijk naar beneden afbouwen. En waar we om en om gaan deadliften. En ik weet niet, wat is voor jou een topgewicht waar je 5, 6 herhalingen mee kan halen? Maar je nog lekker. Ja, ik weet niet hoe. Nu zit denk ik rond de 100 of zo. Ja, dan doe je 100. Warm je op tot 100. Ik warm op iets meer. Ja. Ik denk 200. Dan even helemaal los. En dan pak je hem. De mensen thuis vinden dat misschien wel interessant. Ik leg het straks helemaal neer omdat ik even een moment wil hebben dat ik explosief kan zijn. En dat is natuurlijk judo. Dat komt heel dicht bij mijn sport. Heel veel mensen tikken de grond aan en houden zeg maar de druk op de oefening. Waar ik hem even helemaal neerleg en dan weer onder de stang kom. Nou, we gaan beginnen. Ik denk voor de mensen thuis, we gaan eigenlijk tot we op zijn. En wanneer is dat? Ja, dat gaan we zelf wel uitzoeken. Tussen de 6 à 8 sets en de piramide naar beneden. Ik maak stappen van 20 kilo naar beneden. En het is korte pauze. Dus Jordi gaat deadliften. Daarna ga ik een setje. We gaan eigenlijk om en om door. Dus het gaat vrij snel. Ik vind jouw shirt heel confronterend. Hoeveelste set is dit nu? 3. Hartslag voel je wel. Zeiknat. Dat zei ze. In de kampioenset. Hartslag. Voor de titel. Ga dan. Kijk. Oefening 1. Mijn spullen opruimen. Oefening 1. Het is wel lekker om een keer anders te trainen. Oké, we gaan heel simpel. Nu zet je lekker op. En dan hebben we een toetje op de lekkers. Ik hou van toetjes. Ja, dat is wel lekker gewicht op zich. Hoeveel weeg je? 75? 83. Dat is mooi. Meer wel af. Meer massa. Hoe is je rug? Qua stijf? Aan de onderrug is wel een beetje stram, ja. Maar dat komt ook omdat je had continu zit je je spanning op. Ja. Maar normaal dan is het veel meer, meestal dan bouw ik wel rustig op, zeg maar, meestal naar 80 kilo. En dan ga ik dan proberen om gewoon met stappen, zeg maar. En dan op een gegeven moment ook minder herhalingen. Dat scheelt een beetje. Dat ligt wel veel aan mijn rug. In plaats van mijn benen, omdat ik gewoon, mijn hoek is gewoon anders. Ja, bij mij is het veel meer tak, tak, tak en dan anderhalf minuut of een minuut rust. Dit continu, want dit is judo. Ja. En mijn truc wat ik doe is gewoon, ik ga steeds meer krimpen in mijn rustpauzes. Dus dat is wat ik eigenlijk, het geheim is dat je dan minder wordt. Ja, die maak ik steeds korter. Op een gegeven moment verdwijnen die. Dus dan doe ik bijvoorbeeld, noemen wij een doorloopspeed, doe ik bijvoorbeeld een pulley, een bankdrukken en legpress. Maar achter elkaar door. Dus geen rust. De enige rust die ik heb is van oefening te lopen. Alles klaar, kom. Ik leg het uit.
Het is toch een challenge. Het is gewoon hoeveel pijn kan jij leiden? Want ja, je kan echt blijven trappen. Je hoeft het maar niet super diep. Doorgaan de rest. Pap. Bij 20 denk je, gaat wel. Bij 30 denk je, bij 40 denk je, bij 50 denk je, ik wil neerleggen. En dan zitten er nog gewoon 40 in. Denk ik. Dus het is maar net, hoe bereid ben jij naar de close te gaan? Kun je schreeuwen? Alles mag. Niet nadenken, gewoon trappen. 21, 22, 23, 28, 29, 30. Er zit nog wel 20 in. Kom op, man. Kom op. 17. Nu gaat die pijn doen, maar nu ga je wat neerleggen. Ik ook. Kom op. 21, 22, 23. Kom op, man. 29, 50, nog 10. Kom op. 51, 52, 53. Kom op, nog 7. Kom op. Die ga je doen. 7 ga je doen. 6. 5, 4, kom op! 2, kom op man! Kom op! Ga door, Marijn! Kom op man, die kan je toch niet doen! 61, no pain, no gain! Kom maar jongen! Kom maar! Hoppa! 63. Tegen mijn kuiten? Ja, weet je wat het mooi is? Dat ik er wat er ook gebeurt, dat ik er 10. Twee meer doen dan jij, 63. Dan ik stop niet één meer eerder dan ik dat heb. Ik nog gaan verliezen. Wow. Dat is er bijna voorbij. 52, 53, 61, 62,5. 75. 75. Ja hoor, makkelijk. 11. 71. 72. Het is op zich wel lekker, maar kuitjes die alles. Ja, maar jij hebt niet vanaf het uur dan. Nee. Maar ik denk dat naar huis rijden dat heel gauw een opdracht wordt. Cruise control. Jordi, bedankt voor de training. Jij ook. Ja, we hebben maar één challenge gedaan. Ja, die heb ik nu toch de eer naar mij halen. Maar wat vond je ervan? Dus een keer een beetje uptempo trainen. Pittig, anders. Want ja, jij heet toch fit Dutchie. Ja, dus het was misschien moet een beetje meer fit dan Dutchie. Misschien moet de naam maar proberen te veranderen. Ja, ik vond het wijs leuk dat je hier mee was. En ik ben er toch wel trots op. Iedereen die het maar durft om mij te gaan trainen. Heel veel mensen haken af. Ik ben dus lichtelijk nerveus wakker. Maar goed, we gaan nog wat filmen. We gaan naar Sub My City. Dus check ook de volgende aflevering. Blijft ook veel spektakel. Je weet hè, op je benen gezweten, dan doe je wat.